Wij nemen een rek met kleding, 30 seconden, een topstylist en een opdracht. Dit is de stylist, Fred van Leer. En dit is de opdracht, Photoproof. Iets waar ik zelf nog wel eens een beetje mee worstel. Want heus, als iemand zegt dat tv dikker maakt, geloof ze. En een camera kan ook nog wel eens niet je beste vriend zijn. Dus, charmant op de foto, Fred van Leer, take it away. Ready, steady, style. Nou, ik ben benieuwd hoor. Oké, Photoproof, oké. Dat is lastig, want dan moet je geen grote volume hebben. Niet veel printjes. Het is nog beter. Alleen, oh ja, 30 seconden, dat vergeet ik even. Die is het beste. Oh shit, hoeveel tijd heb ik nog? Nog beter. Tas hoeft niet. Ready, steady, stijl. Ik ben klaar. Koek, koek. Photoproof. Ja, photoproof. Nou, ik zag dat envelopje, photoproof. Nou, waar moet je aan denken als je op de foto gaat? En ook op tv, is dat je niet... Kijk, wat je nu heel veel ziet in de mode. Grote jassen, grote truien. Ja. Maar op beeld is het gewoon niet heel knap. Nee. Dus je moet echt denken in silhouet. Daarom, ik zag het jurkje hangen. Scherpe vormen. Dus mooi scherp. Mooi, ja, ze is natuurlijk zij kan het hebben met die armen. Want hallo, heel niet. Veel mensen... Ja, ik vind op een gegeven moment leeftijd moet je... Boven de 17. Nou, bijna wel. En dan snap je, voor op tv vind ik het ook. Ja. Dat is niet mooi, maar zij kan het heel mooi hebben. Ik heb, voor de oplettende kijker, ik heb al eens een keer eerder deze schoenen gebruikt. Maar ik vind ze nu heel mooi. Je moet uitkijken met... Vorige keer vond ik ze niks. Nee, ja, nee. Koek, koek. Nee, maar nu... Nee, weer heel anders. Ook. Heel anders, ja. Met een donkere panty, want dan is het meer één geheel. Dan worden de benen nog langer dan dat ze zijn. Want enkelaarsjes moet je eigenlijk, ja, zou ik nooit doen, heel snel op foto. Want dat verkort namelijk heel erg. Ja, nou, en gewoon heel simpel, ja, ik dacht, dit is knap gewoon. Ja, mooi armband. Ja, hey, kijk even. En heb je nog heel een kleine pose tip of zo, van als je gefotografeerd nou, wordt? Nou, niet dit. Ja? Die kennen we wel. Nee, gewoon, weet je, begin, doe, ja, weet je, als je op de foto gaat, weet je, doe alsof je iets aan het doen bent, en, maar je doet het eigenlijk niet. Dat is een hele... Maar weet je, heel veel meisjes gaan dan zo staan. Zo, dat, klaar, dat, die hebben we nu wel gezien. Of die ene, dat ene been zo gekruist. En, mooi laten hangen. Ja, je kan alles. Maar het is wel mooi als een beetje taaien inderdaad of zo. Juist. Toch, dat is mooi. Voor dit jurkje is natuurlijk echt prachtig. En door dit heel scherp. Hey, en als je een $1 million tip moet geven, wat is dat dan? Een $1 million tip. Als je op foto gaat, denk in het scherpe schoudertje. Zodat de taai weer smaller lijkt. Weet je, dus ga in silhouet denken. Ja. Optisch denken. Nooit groot, want het wordt op beeld nog en werkjes groter. Werkjes ook niet. Nee, dat leidt alleen maar af. Nee, gewoon hou het simpel. Dit keer zwart, kan natuurlijk al andere kleur, maar ja. Is het blij? Ja, zeker. Ik voel me super kalm. Door jou, hè? Want jij laat echt... Ja, maar jij, die vrouw, die benen. Als ik zulke benen had, deed ik nooit mijn kleren aan. Ik zweer het.